Ja, Henk, het is een prachtige plek, hè? Het is een hele mooie plek. Maar denk jij dat hier ooit nog ijs komt te liggen? Ik hoop het. Maar ik ben wel heel bang dat het wel weer een hele tijd gaat duren. Ik denk dat het nooit, maar dat het nooit meer gaat gebeuren, weet je dat? Nee, nooit is niet. Nee. Ik denk wel dat het hier gaat gebeuren. Kijk, wij hebben hier altijd wel relatief snel ijs. Maar gezien de historie verwacht ik dat het zeker nog wel een jaar of 5-6 gaat duren. Maar laten we eerlijk zijn, jij hebt pakweg de laatste 28 jaar alle Elfstedentochten gewonnen die er waren. Ja, klopt. Er gaat er niet meer gebeuren volgens mij een tocht. Nee, ja. Kijk, ik blijf toch heel optimistisch. En ik, aan de ene kant ben ik ook wel heel negatief over het feit wat er allemaal gebeurt met het klimaat. Aan de andere kant, we zijn er in 12 en dat is, laten we eerlijk wezen, dat is nog maar 4 jaar geleden. Zaten we er zo dichtbij. Ja. Dus, het kan nog steeds. Je bent een natuurmens. Ja, nee, ik zal je eerlijk zeggen, ik ben net een week op Texel geweest, hè? Ja. Daar lopen de bomen alweer uit. Ja, nee, maar klopt. Maar nee, kijk, het is talenten, man. Nee, ja, kijk, natuurlijk, dit jaar is het eigenlijk al niet meer te doen. Want als het nu gaat vriezen, het water is gewoon nog 10 graden. Dus dan krijgen we allemaal werking. En nou, dat gaat helemaal fout. Dus dit jaar kunnen we wel vergeten. Weet je wat je zou moeten doen? Je moet gewoon ijsmachines neerzetten. He, dan heb je maar gehad. Als je het echt zo graag wil, helpt de natuur dan een handje. We hebben hem ook zelf, de natuur, kapot gemaakt. Hè? Nou, op die manier kunnen we het mooi oplossen. We kunnen lang en kort lullen, hè. Ik zeg het nog een keer, we staan hier nog met jou. Ik zeg het nog een keer officieel. Henk Angenin, jij bent de allerlaatste winnaar van de Elfstedentocht alle tijden. Dus jij denkt dat er straks op mijn graf staat, steen staat, hier rust, de laatste. Winnaar van de Elfstedentocht. Ja, dat denk ik. Denk je er nog vaak aan dat jij won toen? Elke dag. Denkt elke dag aan die overwinning? Elke dag. Onbewust of bewust. Ik bedoel, je wordt er altijd aan herinnerd. Waar je ook bent, wie je ook tegenkomt, er is altijd wel elke dag wel een moment dat er, de foto's hangen in de keuken. Maar je wordt er altijd aan herinnerd. Al zijn het niet je kinderen, dan zijn jullie het wel. Dan is het wel familie, dan zijn het wel kennissen. Dan is het wel een voorbijganger. En maakt niet uit. En we zijn nu natuurlijk 19 jaar verder. En je krijgt steeds meer het besef, maar dat heeft misschien ook met je leeftijd te maken, dat je emotioneler wordt. Steeds meer het besef dat je toch wel iets heel unieks hebt gepresteerd. Met name omdat hij daarna nooit meer heeft plaatsgevonden. Precies. Precies. En ook dat je daardoor een stuk geschiedenis geworden bent van Nederland, van Friesland. Ja. Als ik in Elfstedentocht had gewonnen, ik zou dat de hele dag denken. Ik zou de hele dag de DVD openen. De hele dag. De hele dag denken, tijd voor mij. Start de bal. Ja. Henk, we willen je graag wat laten zien. Dit is misschien wel de nieuwe Elfstedentocht. De toekomst van de schaatsport. 3, 2, 1, start! Kom op, rijden! Kijk daar heen. En de middag heen. Even kijken wat ik hier onder mijn arm heb. Een bolletjespak. Een schaatspak met bolletjes. De officiële deelnemerslijst voor het Open NK omhoog gaat. It will be on the 19th of March here in the Netherlands. In Drenthe. Hartstikke goed. Thanks a lot. We zien je 19 maart. Good luck. Good luck. Ik heb prima. Dat is de snelste man ter wereld. De snelste man ter wereld. Dan kan ik de stift al pakken en jouw naam in ieder geval opschrijven voor het ONK omhoog schaatsen. Ja, ik wil best meedoen, maar ik schaats niet zoveel meer. Nee? Maar nee. Een berg op is meer wel, toch? Ja, ik kom altijd boven, toch? Ja. Ik kom altijd boven, toch? Hoor, Henk, het zou voor ons een grote eer zijn als jij de winnaar van de allerlaatste Elfstedentocht alle tijden, als jij meedoet aan het Open NK omhoog schaatsen. Dus dan moet ik nou tekenen, zeker? Ja, heel graag. Ja, nee hoor, ik ga het proberen.